al vanwege de maand alweer. Als we een maand verder zijn, de 16e, dan gaan we Sinterklaas wel weer inhalen. Heb je er al eens aan gedacht? Ja, zo werkt het natuurlijk wel. We praten over zaken uit de regio, bijvoorbeeld ook andere zaken. Laten we het hebben over het pontje van Sluiskil. Als er niet structureel 50.000 euro per jaar beschikbaar komt, dan is het exit voor het pontje bij Sluiskil. Een dagelijkse oversteek houdt dan op en men zal dan via brug, sluis of via Zelzade zelfs naar Sluiskil Oost moeten vanaf Westen gezien. Het is een langlopend verhaal waar, zoals het er nu naar uitziet, wel eens definitief een einde zou kunnen komen. Maar er zijn geluiden die tegendeel beweren of daar toch heilig in geloven. Vanmiddag gaat Forum voor Democratie op bezoek bij Meerten Dallinga. Althans, bij de complete bestuur van de stichting heb ik begrepen. We hebben Robert Koevoets aan de telefoon. Hij is tweede man van het Forum in de Provinciale Staten en hij weet er alles van. Meneer Koevoets, welkom in de uitzending. Goedemiddag, bedoel ik. Ja. Wat gaat er gebeuren vanmiddag? Wat zijn jullie van plan? Nou, we willen eens ter plaatse gaan kijken natuurlijk. Vorige maand hebben wij de motie verdedigd dat de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het pontje Sluiskil. Helaas zijn de stemmen gestaakt in de statenvergadering. Dat betekent dat het 50-50 was. 25 oktober aanstaande is er weer een statenvergadering. Dan gaan we opnieuw stemmen. En ja, dan hopen we dat we natuurlijk de motie er wel doorheen krijgen. En die is? De motie is dat de provincie minimaal 25.000 euro bijdraagt aan het behoud van het pontje van Sluiskil. Ja, en de overige 25.000 moet uit Terneuzen komen? Er zijn wat andere fondsen, heb ik begrepen, die ook helpen om het pontje in de vaart te houden. Daarnaast is er natuurlijk ook vrijwilligerswerk. Wat er nog over is te financieren, ja, dat zou dan van de provincie moeten komen. Ja. En ja, goed, wij hebben ook al aangegeven natuurlijk, 25.000 euro is voor jezelf een hoop geld. Maar voor de provincie is dat een klein dier. Ja, nou kijk, dat is inderdaad, zo kun je het stellen. U gaat naar de mensen van het bestuur puur om dit even te overleggen of heeft het verder nog een doel? We willen daar ter plaatse kijken hoe het er ter plaatse uitziet. En met name aan de lijf is ondervinden hoe het zou zijn als dat pontje er niet meer is. We willen echt met die mensen in gesprek. En zodat ze volledig hun verhaal bij ons kunnen doen. En zodat we dat ook kunnen vertalen wanneer we onze motie nogmaals mogen verdedigen in de statenvergadering van 25 oktober. Ja, het lijkt me inderdaad. U moet eigenlijk heel vroeg gaan, denk ik, meneer Koevoets. En dan zeg ik, ga met de fiets naar de andere kant van het kanaal. En potverdorie, het pontje is er niet. Wel dan. Ik schets net in mijn inleiding, u heeft de brug bij Sluiskil. Over de sluizen bij Terneuzen. Of Zeilzaten. En dan heb ik ze volgens mij gehad in mogelijkheden. Ik zou ze niet willen, geen van drie. Die brug, als die bij toeval, moet je het goed zeggen, open is voor het wegverkeer. Dus dat ik er overheen kan. Maar ik heb begrepen dat toekomstscenario's schetst ook dat die veel vaker open zal staan met de nieuwe zeesluis en dergelijke. Ja, dat klopt. Er zijn een paar aspecten aan. Inderdaad, het scheepvaartverkeer dat zal veel drukker worden. Vaker openstaan. En wat natuurlijk ook meespeelt is een oude brug. En die oude brug die heeft veel meer storingen dan nieuwe brug. Dat zal er waarschijnlijk ook toe leiden dat die vaker gestremd zal zijn. En ja, goed, dan kun je al uitrekenen. Dan moeten die mensen kilometers lang oprijden om op hun plek te komen als ze richting Terneuzen of die kant van Zeeuws-Vlaanderen willen. Ik denk bijna als je individuele partijen een vraag van, vind je het pontje bij Sluiskil onmisbaar voor de mensen bij Sluiskil of degene die daar gebruik van maken, dan zullen ze allemaal ja zeggen. Dus wat is dan het probleem om dat geld op te hoesten? Ja, dat begrijpen wij eerlijk gezegd ook niet. Wij vinden het een volstrekt rechtvaardige zaak waar we voor strijden en willen ons daar graag hard voor maken. En bovendien is het natuurlijk een schoolvoorbeeld van betrokken burgerschap. Als je kijkt wat die gemeenschap zelf al heeft geïnvesteerd en voor elkaar heeft gekregen om dat pontje de vaart te houden. Ja, en dan hebben we het over dat laatste kleine beetje. Wat let ons als provincie om dat bij te leggen? Terwijl, ja, per slot van rekening is het toch ook een provinciale verantwoordelijkheid. Zo is het. De brug is gelegen aan een provinciale weg. Dat is een provinciaal verhaal. En ja, je kunt de brug en dat pontje kun je niet los van elkaar zien. Dus automatisch is in onze ogen dat pontje ook een provinciale verantwoordelijkheid. U wordt ongetwijfeld met open armen ontvangen vanmiddag. Dat verwacht ik wel, ja. En wij vinden het op onze beurt ook heel erg leuk om met die mensen in gesprek te gaan en kennis te maken met het gemotiveerde team van burgers wat erachter staat. Nu wil ik nog één ding
Dat ga ik toch aan u voorleggen nog even. Ik kreeg in de wandelgang van iemand die heel snel kon rekenen. Die zegt, er zijn 2500 mensen die hebben een petitie ondertekend. Hè? Die is aangeboden volgens mij. Als die nou allemaal een tientje per jaar geven, is het probleem ook opgelost. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is wat het CDA de vorige keer opperde. Dat vind ik echt onzin. We moeten niet vergeten dat die gemeenschap al heel veel heeft geïnvesteerd. Natuurlijk aan heel veel vrijwilligers al geld ter beschikking hebben gesteld. Of diensten ter beschikking hebben gesteld, al een pondje. Het houdt een keer op. En dat laatste stukje moet echt risico. Robert Koevoets, hij is de tweede man voor Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Zeeland. Vanmiddag gaan ze met de complete fractie uit die staten. Dus praten met onder andere Meerte Dallinga en zijn mannen die allemaal bezig zijn met dat pondje in Sluiskil. 25.000 euro vindt Forum, dat moet per se uit de provinciekas komen, want dat hoort zo.